Welkom en welkom bij deze gloedje, gloedje, nieuwe, nieuwe vlog van zondag 26 augustus 2018. Ja, precies. Heel en heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Zo, het is nu alweer 4 uur in de middag. We zijn al met de hondjes buiten geweest. En ik ontplofte net eventjes, een uurtje terug of zo. Hij schat. Ach, wat er even bij, nu even momenteel. En dan gaan wij zometeen bij elkaar een interview afleggen. Over de operatie bijkantcorrectie. Dus daar krijgen jullie ook wel een deeltje van te zien in deze vlog. Maar de officiële, dagboekvlog die komt nog online. Zodra ik of wij, sowieso wij, de datum weten van wanneer mijn operatiedatum is. Dus ja, we gaan zo meteen even aan de bak. Hoe zou jij het vinden als de operatie niet zal plaatsvinden? Kijk, dan, ja, operatie is altijd een risico. Voor mij dan. Dus in dat opzicht zou ik blij zijn dat het niet doorgaat. Maar voor mijn aanstaande, van ja, die moet dan een heel stuk weer mis. Heeft ze zo lang tegen dingen aangehikt. En zit er nu eindelijk licht aan het einde van die tunnel. En opeens blijken die deuren dicht te zijn van de tunnel. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus voor haar hoop ik dat het doorgaat. En als het niet doorgaat, dan zou ik daar persoonlijk niet rouwig om zijn. Maar voor haar zou ik dat heel erg vervelend vinden. Oké. Dus daar ben ik al wel op voorbereid. Dat ik niet misschien helemaal slank zal wezen. Maar er wordt wel heel wat fel huid weggehaald. Oké, dus je bent er niet bang voor? Nee. Mooi. Ja, oké, ik weet dat er een litteken er extra bij komt. Maar ik heb niet meer al die gaten en die littekens hier. Nee, ik heb zo meteen onder, als het goed is. Maar niet zo'n fleur de lis, maar gewoon een... Hieronder, ja, dat zien jullie dan waarschijnlijk net niet. Ik zal het even opstaan. En dan heb ik hier ook een litteken. Als het goed is, dan niet zo'n litteken en dan zo. Maar waarschijnlijk alleen hier een litteken. Dus wat de arts dan gaat doen. Ik zal het even een beetje laten zien. Zo. Ja. Dan heb ik de. Dan kan je een beetje uitleggen, toch? Nee, dat blijft maar. Dan kun je het hier al even, gewoon even hier op laten komen staan. Dat maakt niet heel veel uit. Heel goed. Ja, dat komt een heel mooi beeld. Ja. Er wordt een incisie gemaakt vanaf hier van de zijkant tot hier. En dan wordt dit eigenlijk losgemaakt en naar beneden getrokken. Ja, en dan wordt dus ook mijn buikspieren weer aangetrokken. En je buikspieren die worden dan zeg maar naar elkaar toegetrokken. Dat het weer wat steviger is. Ja. En dan ben je deze rare plek allemaal kwijt. Ja, en dit zijn dus ook allemaal... Ik denk dat je deze kwijtraakt. Niet net naar beneden. Ja, alleen deze ben ik niet kwijt waarschijnlijk. Nee. Dus dat gaat allemaal naar onderen. En je navel die wordt dan zeg maar soort van uitgesneden. Ja, en die komt dus weer op dezelfde dus terecht. Hier terecht. Ja. En dit wordt naar beneden getrokken. Ja. Anders komt je navel hier terecht. Dat is toch niet echt handig. Nee, maar die komt gewoon weer op dezelfde plek terug. Dus dat wordt gewoon uitgesneden. Dan hier al wat Roderick al zei, hier al een hele snee gemaakt. Dit wordt dus naar beneden getrokken. En dan komt er dus weer een nieuwe gaatje in het nieuwe huid. Nou ja, bestaande huid. En dan heb ik dus een heel ander buikje. Dus dit gaat helemaal weg. Dus kun je nagaan hoeveel huid ik over heb door mijn maagverkleining. Yeah.
rare droom. Nee. Ja. En mijn mannetje is met was bezig. En ik ben met editen bezig. Met onze nieuwe programma. En het wordt nog een verrassing. Deze keer zien jullie pas later. Deze die ik nou maak. Aan het filmen ben. En deze zien jullie eerder. Kijk. Dat mogen jullie wel zien. Een tipje van de sluier. Meer lekker niet. Ja. Lekker pu. Hou he. Lekker pu. Karin ligt nu even te slapen. We gaan hem zo even wekken. Dus ik neem jullie gezellig even mee. Spannend. Echt even. Niet zo hard. Thuis. Stonis. Oeh, duister, duister, duister. Duister, papijken. Moppie. Wiki, wiki. Kijk, die hebben we daar. Sleepy, sleepy. Sleepy, hè. Met de beesten worden wij. Moppie. Hoppie, tijd om wakker te worden. Het is bijna 10 uur 's ochtends. Hé. Hey. Tijd om op te staan. Hoppie, kom. Even een beetje wakker worden. Goedemorgen, middag, avond allemaal. Hoi. Hoi. Heb je er zin in vandaag? Ja. Wait. Kijk. Helemaal goed. Wait. Kom maar. Kleine, kom dan. 1, 2. Ja, dat moet zo in beeld. Kom dan. Kom eens hier. Het moet zo in beeld komen. Hè? Ja. Kom hier. Kom dan. Oh ja. Je aanmoedigen. En normaal dan wil je aandacht. En nou wil, krijg je aandacht, nou is het niet goed. Nee, dat hoeft niet. En nou mag je nog bij me, hè? Nu nog wel. Nu nog wel en straks niet, hè? Dan moeten we jou er vanaf halen. Vanaf jagen. Kikkeboe. Sleepiet. Een ontbijt voor je maken? Ontbijt? Ja. Ga zo eten. Is goed, ontbijt. Warm eten zeker. Zeker wel. Oh, daarom. Wat mag ik vertellen? Ja? Is leuk. Ik laat hem een beetje heel erg veel lopen vandaag, maar... Ja, terwijl ik... Ja. Pijn in zijn poten heeft. En ja, voeten. Voetodeem. Lekker. Ja. Het loopt extra makkelijk. Ja, en toen zei hij al van, ja, maar wat zijn nou eigenlijk? Nou, jij zei tegen mij dat je mij heel veel liet lopen. Ja, en wat niet, en mijn bedoeling eigenlijk is vandaag. Nou, dat dacht ik al. Ja, want, waarom? Normaal pak je gewoon zelf de dingen bij elkaar zonder iedere keer aan mij te hoeven vragen. Ja. Wat je wil en wat je niet wil. Ja, precies. Dus, zelf ja. Ja. Maar morgen is het weer school. Zelf. Ja. Kijk er dan naar uit. Dus, belangrijk. Ja. Dingen morgen. Morgen. Vroeg opstaan, straks, ja. Morgen. Ja. Dus zometeen even met de hondjes rondje om. Ja. En dan morgen om 9:40 en bij het ziekenhuiswezen in Bronneville. Ja. Ja, heel erg. Naast. Nu niet meer. Oké, okay. Ja. Dan is het school. Ja, en dan weer post sorteren en dan moet jij daar weer rijden. Moet ik rijden? Stuk, rijden. Het rijden op zich is leuk. Maar zoeken naar adressen niet. Zoeken naar vaagheden, adressen, is wat minder. Ja, mooi hè. Soms kun je op een plek, waar moet ik nog aan gaan parkeren? Geen idee. Ja. Zegt hier is het. Nou, dan zoek je parkeerplek en dan blijkt het ergens verderop te zitten. Dus kan ik een stuk kunnen doorrijden. Dus het schiet ook niet op. Niet? Nee. Dus nou goed, parkeerplek, een pakketje uitladen en naar de deur te lopen, aanbellen. En als die thuis zijn, 2 buren links, 2 buren rechts, of aan eventueel aan de overkant. Proberen. Is er helemaal niemand die iets aan wil nemen, dan moet er een briefje in de bus komen en een stickertje op het pakketje van, nou, doe het nog een keer. Yep.
Maar morgen school, heb je er zin in? Nieuwe klas, nieuwe kinderen? Ja, het is benedenbouw. De onderbouw. Benedenbouw, onderbouw, bovenbouw. Dus dat is goed onderbouwd? Voor de bovenbouw? Nee. Jij gaat naar de bovenbouw? Nog jij steeds. Jij neemt mijn oude klas over, die nu naar de nieuwe klas is gegaan. Ja. Om makkelijk te maken. 6b wordt 7b volgens mij. Weet ik veel. Nee. Iets in die trant. Ik denk dat 6a 7a gaat worden en 6b wordt 7b, et cetera. En we gaan uiteindelijk naar 8a en 8b. Maar hoe vind je het om dus morgen bij de kleintjes te staan? Het zal weer nieuw zijn, denk ik. Maar goed, het is een groep van 20 kinderen, had ik begrepen. Ja, maar het is wel... In plaats van 30. Het is wel anders, hè? Ja, natuurlijk is het anders. Maar het was vroeger eerst groep 1, 2 en nu is het groep 3 geworden. Dus... Maar heb je er zin in? Ja, dat wel. Hoeveel zin heb je erin? Nou, ik vind het wel leuk om weer voor de klas te staan. Eventjes te helpen met eten en spelen. Ja, en dan morgen ook nog vroeg op school. Sowieso, want ja, ik wil... Ja, hebben nog een mededeling, dacht ik. Ja, eerst nog eerst dan tegen de coördinator. Ja. Ja, waarom? Nou... Nee, niet doen. Nee, dit is gewoon een serieus klaar. Nee, omdat het zo vaag wordt. Ja, nou, dus en? Misschien dat de kijkers eronder. Nee. Is goed. Nee, klaar, nee, niet okay. doen. Maar daar is ik al morgen even vroeg op school geweest, want we moeten wat melden. Ja. Als we nog een datum weten, kan ik ook gelijk een datum vertellen. Ik denk, nou niet, maar ik hoop het wel. Daar gaan we gewoon vanuit. Nou ja, ik ga er niet vanuit, maar ik hoop het. Ja. Kan ik weer verder morgen misschien met dingen bestellen. Want als het goed is, dan staat hier ook straks een bed. Dan staat deze bank daar, waar die, deze staat. En dan staat die bank, die staat daar. De kerstopstelling, zeg maar. Bijna de kerstopstelling. Halve kerstopstelling. Ja, precies. Leuk. Dus ja, we zien het wel, ja. Ja. Goedenavond allemaal. Ja, goedenavond. Het is 10:30. Ja, op zondag 26 augustus, want morgen is het 27 augustus. Hé, hey, dat is mooi. Wij willen jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog die jullie hebben bekeken. Ja, naar deze vlog. Zojuist, deze vlog. Zojuist ervoor. Heel ver voor, ja. En vinden jullie deze vlog nou leuk, zou zeggen? Doe me nou duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter hieronder. Abonneer op ons kanaal en doe vooral dat belletje aan. Blijf je op de hoogte. Rinkel, rinkel. Doei!